Als je het internet op een veilige manier en met oog voor privacy wilt verkennen, is een fast secure browser een goede keuze. Deze browser heeft veel overeenkomsten met Google Chrome, wat het gebruik vereenvoudigt. Een van de bijzondere opties is het Beveiligings- en Privacycentrum. Daar kijken we onder andere naar in deze tweede hout over een fast secure browser. De is geopend. Via deze link kun je naar het Beveiligings- en Privacycentrum. Dat kan ook via deze knop. Bovenaan kun je vest als standaard browser instellen. Daaronder zie je de verschillende elementen die kunnen bijdragen aan een veilige browser. Je kunt bijvoorbeeld Avest Antivirus gratis downloaden. Hier kun je de adblocker uitschakelen. Je ziet dat het pictogram uit de werkbalk is verdwenen. En zo kun je privégegevens opschonen, zoals het werkt bij Google Chrome. Standaard heeft de vest een ingebouwde video downloaden. Op deze pagina zijn geen video's. Maar hier dus wel. Als je de muisaanwijzer boven de video zet, zie je een balkje verschijnen. Ook bovenaan zie je aan het nummer op de knop dat er hier één video beschikbaar is. Je kunt de kwaliteit aangeven. Via het tandwiel kun je het balkje bij de video niet meer laten weergeven. Als je op de knop klikt, download je de film. Op deze website zie je dat er zes video's kunnen worden gedownload. Via de knop kun je aangeven welke je wilt downloaden. Net als bij Google Chrome kun je zo een bladwijzer toevoegen. Hier kun je aangeven waar deze moet komen. Je ziet nu de snelkoppeling naar de website op de bladwijzerbalk. Een snelkoppeling op het startscherm kun je via de puntjes bewerken of verwijderen. Via de puntjes rechtsboven kun je een afgeschermd venster openen. Dat heet bij Google een incognito-venster. En je kunt zo ook naar de instellingen, die weer overeenkomen met Google Chrome. Datzelfde geldt voor de geavanceerde instellingen. Tot zover deze how-to's over een vast secure browser.